Allekes, hoe is het ermee? Alles goed? Het is vandaag zaterdag. Ik ben lekker in Huizen ter Heide met Teun Peters en een hele grote hondenrol. Dat is Sophie. Nou. Hallo. Hey, daar zijn we weer. Maanden geleden. Ja, dat ik niet. Ik ben voor het eerst. Nee, jij bent nieuw. Maar we moesten even een reunietje doen, Jeffrey en ik. Want je weet nog wel die video die we hebben opgenomen over cataplexie. En aan de hand daarvan was contact gebleven en ik was wel benieuwd hoe gaat het met Jeffrey. Jeffrey die is hopelijk ook al benieuwd hoe het met mij gaat. Ja, dat sowieso, dus, dat sowieso. Hey, ja, we zijn weer bij elkaar vandaag en we gaan even lekker... Geocachen. In the wild. Wow. Het is een prachtige dag namelijk. Daar heeft Jeffrey voor gezorgd. Ja, wat het maar zo'n feest. Maar zoals jullie kunnen zien, ik strap midden in de stront. Nee joh, ben je er nou in gestaan? Echt niet. Ja, kijk, strontschoen! Maar, zoals jullie weten, een tijdje terug was Leun bij mij. Het gaat sindsdien gaat het aanzienlijk goed. De aanvallen zijn onder controle. Ik heb ook doorgedaan wat het doet met mij en ook van hoe het gaat met mij. Ik zie niet meer zo erg als haat en nijd. Ik zie nou het positieve in heel van alles. En oh god, dit gaat voor ook anders, man. Daar heb je ze. Kijk, mooie schat voor ook anders. Ja, we zijn niet in Schotland. We zijn gewoon in Nederland en het is koud bij de wind. Dat is maar ik is zeiken! Nee, kom je daar nou bij? Ik zou nooit. Dus daar is de Tesla fabriek. Kijk of ik daarop kan inzoomen. Daar komt een nieuwe auto vandaan. Ja. En de mijne die moet nog gemaakt worden, maar dat duurt nog wel een paar jaar. Wat we bij WPT moeten doen. Zoals jullie kunnen zien, Sophie die is bezig met hoe heet ook alweer? Geocache. Geocache. Ja, niet goed. Nee, maar zij gaat lekker de bosjes in en dat kan ook natuurlijk. Iets gevonden? Nee. Ah, verdorie. Hè? Nou, dan gaan we verder. Ik weet het ook niet. Hallo dames en heren. Wij zijn hier in de Rauwe Venne. Het stond net Rauwe Venne, ik weet ook niet wat dat betekent. Heel rauw. Het is heel rauw, rauwdouwers. En hier lopen de twee knapste mannen uit heel de wereld. Dit zijn de rauwste mannen. Woehoe! Heb ik even mazzel. Kijk. Bam. Dit is een mooi plekje. Dit is een mooie aanbod. We zijn gevallen bij ons belt, maar van deze afstand zie je niet eens dat het lelijk is. Kun je niet zien. Het is een mooi heuveltje. Ja. Je dichterbij komt gaat ruiken dus. Oh, dat ik kan ook een scheetje laten. Ah, ja, dat ruik je ook maar. Ja, dat gaat nou. Het gaat verrassend goed. Ja, dit is een jaar vooral tegen de pijn. Tegen de aanval. Ja, want dat hoor je al vaker. Tenminste, ik heb het verhaal al vaak gehoord dat niet. Dus wel als ik erin opsteek. Nee, geen probleem. Dank. Als het jou helpt. Ja, het helpt sowieso. Waarom zou je het niet? Zelfs nou in Amerika dat ze zelfs ja, dat legaliseren. Dat klopt. Dat ze gewoon echt merken, want dat werkt gewoon. Ja, en ik vind dat slecht voor Nederland dat ze dat niet doen. Waarom is dat? Ik ben erachter dat wiet veel meer oplevert dan de medicatie. Die zeg maar, bijvoorbeeld je hebt een neurologische aandoening. Dan daar heb je allemaal bijwerkingen van, ik weet als geen ander. En ik ben de wiet gaan proberen zeg maar gewoon als uittesten. En later toen de medicatie helemaal klaar waren, toen zei de arts van ik moet kiezen. Ja. Ik heb de keuze gemaakt. Ik heb gekozen voor de clomipramine, dat is om de cataplexie tegen te gaan. Ja. En nou gebruik ik geen anti-epileptica meer. En daarvoor gebruik ik de wiet. Ja. En dit is medisch gedraaid. Ik wil graag overstappen op de vaporizer. Alleen dan moet ik nog even gaan kijken hoe en wat het zit. Ja, want dat is eigenlijk gewoon beter, omdat je dan niet de teer en slechte stoffen binnenkrijgt van
jee, we hebben gewoon een klapscherm. Ja. We hebben gewoon een klapscherm. Nou. Ja, dat vind ik helemaal niet. Ja, maar dat is wel mooi, hè, dat de oplossing biedt. Maar je ziet wel dus dat die bedrijven die erachter zitten, achter de medicijnen, dat die dat eigenlijk gewoon niet toegeven. Zeggen, nee, het zijn onze medicijnen die werken. Het allemaal om geld. Ja, dat klopt. Dat is wel lullig. Ja, dat mensenlevens boeien gewoon minder dan je geld. Ik vind wel dat je mooi hebt gerold. Dank u. Ja, is heel mooi. Ja, ik, daar leer je wel in een jaar. Ja. Rollen. Drie maanden geleden had ik Alice in Wonderland syndroom. Dat is, dan zie ik geen diepte. En de zware epilepsie is een jaar en nou drie maanden geleden. Dus afkloppen die handel. Ja. En ja, zoals ik net al zei, het gaat steeds beter en beter. Dus het zal fijn zijn als dit vaporizer wordt en dat ik niet meer de medische thee hoef te pakken, want dat pak ik ook. Plus je hoeft hem dan, als je hem opsteekt, hoef je niet op te roken ofzo, nee. Want je kunt dat ding gewoon altijd aanklikken, ja. En vapen wanneer je er zin in hebt. Of ja. Wanneer je er behoefte aan hebt eigenlijk, want dat is het meer het geval. Die werkt toch ook op water? Niet? Dat weet ik niet. Waterlamp of zo. Ja, ik dacht ook dat... Nee, weet ik ook niet. Ik dacht bedoel ook... je shisha? Lekker waterpijpje aansteken. Er is een hele slang eraan zo. Ja, ik dacht dat dat ook op water... Ja, op waterstoom. Nee. Ik weet alleen op... Mike, jij bent expert. Nou, ik ben geen expert. Zeer, nog niet. Zeer zeker nog niet. Zeer over een jaar expert vaporizer met jou. Twee jaar. Ja. Nou, dan komen we terug en dan gaan we vragen aan hoe bevalt het nou. Vaporizer handel. Maar dat is op dit moment waarmee ik bezig ben om die vaporizer voor elkaar te krijgen. En als dat gaat lukken, dan gaat het veel verder komen. Ja. Dan mag ik maar niet drukken. Nee, kijk. Dat is wel een betere oplossing, ja. Kijk, die vliegt gewoon ook even een ijsje. Ja, dat hij snap ik. Hij ging echt gewoon letterlijk op dat gloeistuk zitten. Dan heeft hij last van zijn pootjes gehad. Dat is goed. Ja. Dat klinkt goed, man. Het is goed om te horen dat, wat het allemaal gedaan heeft. Gewoon wat we samen gedaan hebben, het filmpje opgenomen en hoe je nou op terugkijkt en wat het jou heeft opgeleverd. En dat je bent gewoon echt een stuk positiever. Ja, sowieso. Ja. Maar ik heb helemaal een beetje niet gezien. Hoe komt dat? Klopt, ja. Mensen, vergeef mij. Nee, ik heb het ontzettend druk gehad achter de schermen. We zijn bezig met een bioscoopfilm. Echt? Ja. Vet. Er is wel een concentratie gedaan uit. En volgende week beginnen echt de opnames. Dan zijn we een maand lang echt gewoon volop bezig met de film. En in augustus komt hij in de bioscoop. Dus als jullie nou aan het kijken zijn en denken, hey, dat wil ik ook wel zien. Dan moet je erheen gaan. 17 augustus proberen. Ja, ik ga sowieso, ik hoop jullie ook, want joh, die film moet ik gewoon zien. Ja, toch. Want Rico Verhoef komt ook ervoor. Ja, joh. Rico Verhoef, ik ben hartstikke nieuws op hem. Hey, Rico, als je kijkt, Jeffrey wil even wat zeggen. Hé, hey, jij doet het goed, ga zo door! Nee, maar dit vlog, ik wil het wel weer gaan oppakken als het allemaal achter de rug is. Dat is wel een hele film en dan, want je ziet wel het omleven. Ja, een vrouwtje achter de camera heb je ermee heel goed. En een mannetje hier voor de camera. Dus, ik kan het wel opleveren, het is leuk om het op te maken. Dus dan kom je op dit soort plekken, hè? Ja, daar hadden we anders ook niet gezeten. En nu gaan we met z'n allen skinny dippen. Is goed, wij gaan skinny dippen. Prima. Teun doet het voor. Woehoe! Nou jongens, dat was mijn avontuur. Dat was mijn avontuur. Ik zweet, hè? Ja, dat is voor het eerst. Ik ook, jongen. Dat is ongelooflijk. Wacht even. Even kijken of ik het kunt zien. Dat zie je wel, ja. Ja, dat heb ik dit jaar buiten nog niet gedaan, zweten. Nee, ja, hoort erbij. Hoort erbij. Het is een mooie dag. En het was een mooie dag om te vloggen. Ja, en om te wandelen. En om te praten over alles wat we hebben meegemaakt. Dat is heel veel. Heel veel. Dat is heel veel. En allemaal positief ook nog. Ja, dat is mooi. Dat is heel zeker. Misschien gaat het goed daar? Ja. Ja? Ik voel me echt een kind van jullie. Maar wij gaan nog even gezellig een koppie drinken bij mijn thuis. Ja. En dan wens ik jullie allen een hele fijne avond, nacht, dag, wanneer je kijkt of als je in een ander universum zit. Doe en tot volgende week. Laters!